ben hier bij Singularity University in Amsterdam. 2 dagen waar niet 500, maar 950 man zitten te luisteren naar alle gewone beroemde sprekers uit Nederland en uit Amerika over nieuwe technologieën. En dit is allemaal dankzij UWVG's die 5 jaar geleden is begonnen met Singularity University. 5 jaar geleden en nu dit evenement. Leef je nog een beetje? Ik leef nog heel goed. Het is wel hard werken geweest de afgelopen weken, maar ja, intens genieten nu. Dus het loopt allemaal heel erg soepel. Wat kleine... Nee, ja, dat geloof ik allemaal wel. Maar mensen zijn heel erg enthousiast en geïnspireerd en ja, hartstikke mooi. Dus je hebt ook net het boek geschreven, hè, van, hoe heet het? Exponential Organizations. Ja. En dat gaat over van hoe organisaties moeten leven met deze nieuwe technologie. Ja, de vraag is eigenlijk van, oké, als de omgeving exponentieel aan het veranderen is door technologie en globalisering, hoe moet je dan je organisatiemodel inrichten om daar een antwoord op te bieden? Hè? Dus hoe wil je jezelf ook exponentieel, snel, flexibel leren, ontleren, in plaats van alleen maar het bestaande optimaliseren. Dus echt op een nieuwe manier innoveren met een nieuwe organisatie. Ja. Je hebt het met 3 mensen geschreven en jullie zaten allemaal in andere werelddelen? Nou, dat valt wel mee. 3 in Amerika. Hè, Mike Malone, Peter Diamandis en Salim Ismail, hè, de hoofdauteur. Althans, de initiator, laat ik het zo zeggen. En ik dan in Europa. Ja. Hoe was dat proces om samen zoiets te schrijven? Nou, dat is te gek. Het duurde 2,5 jaar. Dus het is zeer grondig gedaan. Dat zijn we gewend van je. Ja, precies. Ik hou niet van half werk. Alles of niets, 0 of 1, digitaal ben ik, echt een nerd. Nee, maar de eerste 3 maanden is top, dan ga je keihard vooruit. Nee, ook qua conceptontwikkeling, dat is ook heel gaaf. Dan heb je 2 jaar een gat, met pieken en dalen, dan zit je echt vast. En de laatste 3 maanden, hè, onder de druk van een deadline, ga je weer keihard vooruit. Dat is super inspirerend. Heel mooi traditioneel proces, ja. En zo, waar echt niet zoveel in veranderd is, zeg maar. Hey, wat vind je van dit evenement nou de meeste nieuwe? Want we hebben een heleboel sprekers al lang gehad hier. Wat zijn de meest exciting nieuwe sprekers die je hebt gevonden voor dit evenement? Ja, nou, ik vind sowieso Daan Rozengaard altijd gaaf. Ook briljant. De nieuwe projecten van hem. Ook de startups die we presenteren zo meteen. Hè, dus een nanokoelkast, dan kun je zelf groenten thuis creëren. Zeg maar 2 keer sneller dan normaal. Dus daar heb je geen groenteboer meer nodig. Alleen maar een zaadje en wat speciaal licht. Dat is best wel disruptive, zeg maar. Voor een aantal stakeholders in het ecosysteem. Voor de rest hebben we ook wel interessant, denk ik, als we kijken naar het verhaal van Peter Diamandis. Ook wel een paar nieuwe inzichten ten aanzien. Nou, wacht, laat me even uitpraten. Hij heeft ook een aantal nieuwe gepresenteerd aan het einde van zijn presentatie over human longevity met Craig Venter. Maar ook het verhaal over planetary resources, hè, over asteroid mining. We kunnen dus binnenkort, volgend jaar gaan we beginnen, gaan we met robots in de ruimte gaan we asteroïdes minen voor metalen, mineralen en voor water. Als energiebron voor ruimtereizen, maar ook om bepaalde schaarstes op de aarde te compenseren. Human longevity vond ik ook interessant. Binnen 5 jaar gaan we 1 miljoen mensen per jaar volledig digitaliseren qua gezondheid. Dus hun DNA-profiel, hun neuroprofiel, hun microben, bacteriën, hun eiwitten, hun quantified self-sensor inputs en outputs. Hele interessante, holistische informatie, waardoor er dus enorme medische doorbraken gaan komen, wat een enorme impact gaat hebben op de gezondheidszorg. Ik vond, uitermate, dat zijn getallen, 5 miljoen in 5 jaar. Ik vond André ook wel erg leuk over 3D-printing. Dat was echt iemand die zei, niet alleen maar over 3D-printing om design te doen, nee, we gaan nu manufacturing echt gewoon disrupten en in 2027 10% van de hele manufacturing wordt digitaal, zeg maar, geïnspireerd of in ieder geval sterk beïnvloed. Hey, compleet andere vraag. We zijn nu bezig over de herdefinering van de onderwijsdoelen in ons systeem. Weet je wel, dat is net vorige week aangekondigd. En kinderen moeten een heleboel nieuwe dingen leren, programmeren, zelf maken, kritisch denken. Wat mag er uit het curriculum? Hoe maken we ruimte op de lagere school, de middelbare school, zodat ze voor deze nieuwe dingen, zeg maar, ruimte hebben in hun brein? Wat mag eruit? Ja. Het ligt er even aan, hè, of je naar middelbaar onderwijs kijkt of lager onderwijs. Maar ik denk, als je het totaalveld bekijkt, een aantal zaken worden belangrijker. Daar ga ik het niet over hebben. Maar wat overbodig wordt, is taal voor een deel. Waarom? Ja, vertaalsoftware. Dat betekent niet dat je maar 1 taal leert, Nederlands. Nee, ik stel voorstellen Nederlands, Chinees, Engels, en that's it. Verplicht voor iedereen. Nou, en daarna mogen mensen kiezen. Of 2 van de 3, laat ik het zo zeggen. Ja, iedereen mag alle talen kiezen, maar verplicht wordt Chinees en Engels. Precies. De reden is, kijk, er komt vertaalsoftware aan, binnenkort Skype. Hè, dus je hoeft geen. Dus in die zin, de use case valt weg. Wat wel belangrijk blijft, is de sensitiviteit die je ontwikkelt als je 2 talen leert. Duolingo, dat rewired je brain op een positieve manier, waardoor je ook anders op andere gebieden jezelf kunt uiten. Het maakt je 2 talen, Chinees, Engels. En optioneel mag je alles doen wat je wil. Ja. Wat nog meer? Wat mag er nog meer uit? Nou, gym zeker niet. Dat is extreem belangrijk. Fysiek. Nee, oké. Okay. Wat mag er uit? Ja, dat vind ik lastig. Grammatica. Ik denk, ja, geschiedenis blijft ook belangrijk. Grammatica. Mag grammatica eruit? Ja, dan leer je ook wel. Kijk,
taal heeft te maken met denken. Dus hoe zorgvuldig je bent in taal. Je zal het niet met mij eens zijn, gezien jouw situatie. Maar kijk, nee, luister. Ik probeer ruimte te creëren voor singularity. Ja. In de brein van de kinderen. Ja. En die moeten er allemaal over nadenken. Maar dan moeten er ook andere dingen uit. Dus ik zeg, ja, wat mag er dan uit? Wat heb jij nog van je lagere school en je middelbare school wat je nu gebruikt? Ja, het is een hele moeilijke vraag. Kijk, aardrijkskunde en geschiedenis, ja, zou je kunnen minimaliseren. Maar ja, dat ga je ook mensen tekort doen. Nederlands kan niet. Wiskunde, ja, lijkt me ook niet. Nou, moeten we nou allemaal sinus en cosinus gaan leren? Dat is toch belachelijk? Dat hebben we toch helemaal niet nodig? Ja, tenzij je op dat gebied binnen AI gaat werken. Of in de natuurkunde. Of in de biologie of in de scheikunde. Ja, dus optioneel. Ja. Als mensen hun passie volgen, ja, dan mogen ze het allemaal leren. Maar wat moet er gewoon verplicht uit? Ja, oké. Okay. Ik vind het een hele goede vraag. Ik blijf het een moeilijk antwoord vinden. Ik vind het veel makkelijker om te zeggen wat ze allemaal wel moeten doen. Ja. Wat moeten ze allemaal wel leren in de lagere school en middelbare school? Ik denk niet dat alles, maar waar ik aan zit te denken is, nou, meer ondernemerschap. Dat kun je vrij makkelijk integreren. Meer internationaal bewustzijn, wat speelt er? Meer ook bezoeken afleggen aan workshops, plekken waar dingen gebeuren, buiten de school zelf. Hè, dat twee inspiratie, dingen doen, andere omgevingen, mensen activeren om een passie te ontdekken. Zelfkennis, niet alleen maar in je school zelf, want het is allemaal denken. Het is niet te veel gericht op denken en informatie. Dat kunnen we waarschijnlijk wel minimaliseren. Maar we moeten meer richting doen gaan. Samenwerken. Zegt de man die altijd aan het denken is en altijd over nieuwe dingen bezig is en alle auteurs in de wereld, zeg maar, leest. Jij ziet me niet elke dag, Vincent. Je ziet me af en toe. Nou, ik denk inderdaad veel, maar ja, ik doe ook dingen. Weet je, ik bouw dingen, ik doe projecten. Nou, leuk evenement. Ja, ook onder andere, maar ook andere zaken. Okay, wat heeft Singularity jou in de afgelopen 5 jaar gebracht? Mij persoonlijk of? Okay, nou, ja, inspiratie. Je leert de fantastische mensen kennen. Het is gewoon boeiend. Dat is heel complex en dynamisch. Dus je blijft gewoon gefascineerd. Je bent niet uitgeleerd. Het wordt natuurlijk wel moeilijker, maar omdat je meer leert. Maar het blijft gewoon uitdagend. Bedankt voor je werk.